dat redt me. Dat is echt geweldig. Ik ga hem dan leren spelen. Oh, nou mensen, hebben jullie ook nog wat geleerd? Ja, in de gloria. Ben je ook bij opa en oma, hè, Elfie? Ja, ja. Oh ja, opa en oma gaan filmen in de Apenhulp voor jullie. Kunnen, ja, aan voor ons. Deze morgen, wat is dit? Wat is dat, Lily? Een mofje. Een mofje? Is een borstje, hè? Ja. Voor mij? Voor mij? Nee. Voor mij? Nee. Wat? Voor mij? Nee. Borstkappen. Oh, alsjeblieft. Wat wil je, Amy? Ook een bosje, hè? Ja! Vegetarische schinken, moet wat paprika. Oh ja, maar de paprika's. Jeetje toch? Nee, je hoeft niet zoveel kaas te eten. Nee. Nou, weer kaas. Hè? Ja, dus nu ben ik wel erg. En ik heb een lekker boterhammetje, of een broodje, met vegan kaas. En een lekker kopje koffie, yummy yummy, lekker. Karamelsiroop erin. Likuur. Nee, dat is geen likuur, dat is siroop. Ik ga niet smogen aan de likuur. Ja, dat is wel likuur. Nee. Kijk, Chris heeft ook een heel mooi lepeltje. Ja, dan moet het met een lepeltje, ja. Hoe is die? Lekker. Zeker. Karamel. Karamel. Ik wil ook karamel. Andere keer. Nee, kan niet meer koffie, hè? Kan een chocomelkje in de winter? Kan je ook daarin doen, hè? Als we naar het bos zijn geweest, is dat leuk, hè? En dan lekker thuis op de bank, lekker met de warme trui aan. Filmpje erbij en lekker warme chocomel. En een lekker speculaasbrokken. Of kastanjes, als we naar het bos zijn geweest. Ja, dan mag je eens boffen. Ja, ik neem wel eens veel, ik neem speculaasbrokken. Lekker kastanjes. Smakelijk eten. Ik zeg smakelijk eten. Fijne zondag vandaag. Love you. We zijn net weer bij het tankstation geweest en ik ben heel blij. 3-4 boeken nog. Die ik heel graag wou. Dit is Kapitein Onderbroek en de aanval van de pratende plees. Lekker taal voor de kinderen, hè? Heerlijk. Ja. En dat is deze. Julius Zebra. Ellende met de Egyptenaren. Oh, die is heel dik. Ja, dat is de dikste. Flip Fiasco nog een keer. En Niet te groot, lekker bezig. Oh, en je had er alleen, hè? Ja. Dat je had... Oh ja, Leven van een Loser, hè? Even kijken, die zou ik heel even deze. Ja, cool man. Deze zijn er allemaal. Hey, en Dylan, wanneer krijg je die boeken? Als ik goed luister. Ja, dat sowieso. Maar nu mag ik eerst één boek kiezen. Ja, welke ga ik kiezen, jongen? Als ik goed geluisterd dan. Huh? Dan denk ik echt wel dat ik jullie Zebra neem, want die is lekker het dikste. Maar ik bedoelde ook wanneer papa dat boek dan kreeg, lieverd. Met die actie, ja? Wanneer krijg papa zo'n boek dan? Dan moet je 40 liter tanken. Total, en je moet, hè? €1,50 betalen voor een boek. Ja, cool, hè? Dan krijg je een boek en papa heeft dat nu gedaan. Hier.
Hier, ja, papa mocht van die aardige mevrouw gewoon zo de boeken kopen, hè? Ja. Dat was fijn, hè? Hier staat super grappig. De beste jullie is even tot nu toe. Ja, dat heeft Judith, die Tines, heeft het over het boek gezegd. Cool, hè? Nou, lekker lezen dan, hè? Ja, ja. Ja. Ga je straks voor me zingen? Ja. We zijn hier bij het tuincentrum bij Entertuin. En Chris gaat heel veel naar binnen om even een mooi bloemetje halen voor moeders, schoonmoeders. Huh? Zal ik ze meenemen? Nou, neem ze mee. Neem ze mee. Kunnen ze zien wat voor mooie dingen ze hier hebben, hè? Huh? Wat voor mooie bloemen ze hebben. Kijken of ik daar goed in ben om iets te kopen. En wij hebben daar nog iets lekkers bij. Mon Cherry. Ja, ja, ja. Die wou ik gisteren nog niet laten zien. Dat zijn de echte. Nee, die wou ik gisteren in de shoplog niet laten zien. Want ja, wie weet ziet oma het dan, hè? Kijk zo, hè. Je weet het niet. Nou, tot zo. Ja, ik wou die Mon Cherry hebben. Nee, die mag je niet opeten. Op naar de ingang. Entree. Hallo. Ja, alsjeblieft. Ja, graag. Verjaardagscadeautje. Mooie kleur, hè? Ja, zeker. Papa voor erin. Mm-hmm. Ik moet gewoon afsnijden. Ja? Ik ben naast een lauw warm water, maar dat is wel een kaartje. Dat is goed. Dankjewel. Wauw. Niet bij het hele tuincentrum in geweest. Dat doen we een andere keer wel. Nu is het leuk om snel naar mijn ma te gaan. En die zou wel verrast zijn. Wie wil er niet zo'n mooi bosje bloemen, hè? Een bosje mooie bloemen. Vind je het mooi voor oma? Kijken. Ja, je kan kijken zo, hè? Moeten we niet pakken, anders gaat hij kapot. Gaan we lekker naar opa en oma toe, ja? Goed. Want wat hoort er bij een verjaardag? Een cadeautje toch, hè? Ja. Van ja, alleen als ze taart hebben. Van mijn huis. Ja, bloemen voor oma. Dan gaan we nou naar oma's huis, ja? Ja. Zullen we even opa bellen? Hoi, hoi. Hallo. Hallo. Proficiat met opa. Gefeliciteerd. Waren jullie er al? Nee, we zijn er bijna. Oh, kijk, dat is goed. Dan zing je ook wel eens, we zijn er bijna. Ja. Ja. Moet je ze leren. Oh, dat is een mooi liedje, Lily, hè? Wauw. Oh, dat is mooi. Zullen we nou even voor opa gaan zingen dan? Lily? Opa! Oh, is opa aan de buurt? Ja, ik geef hem. Dankjewel. Oké, doei. Fijne dag, doei. Doei. Dankjewel, doeg. Hallo. Lang zal die leven. In de gloria. In de gloria. Piep de piep! Hoera! Hoezo! Hoera! Nou, proficiat! Opa en oma zijn gezellig met zijn verjaardag naar de Apenhul toe. Hij gaat die naar zijn familie kijken. Naar mijn familie? Ja.
Dus hopelijk hebben ze een hele leuke dag. Maar dat zou wel. Wij vonden het ook altijd leuk in de Apenhul. Meisjes zijn er nog nooit geweest. Ja, is vandaag 59 geworden. Nou, is een mooie leeftijd. Moet je alleen niet omdraaien. Want dan, ja, dan ben je niet meer jong. Dan ben je wel oud. Hè? Dat, dus ja. Wij hebben ze een fijne dag gewenst. En wij gaan vandaag gezellig hier naar oma's verjaardag toe. Daar had ik ook wat beelden van, hè? Oh ja, opa en oma gaan filmen. En de Apenhul voor jullie. Kunnen, ja, en voor ons. Dan kunnen we toch nog meegenieten van een leuke dag. En dan gaan wij hier een leuke dag beleven. Ah. Huh? Yeah. We zijn er! Yeah. Yeah. Ja, opa en oma. En de hondjes, hè? Zag opa. Je de hondje al? Emmy. Opa. Opa? Niet. Waar is opa? Waar is opa nou? Is opa weg? Ik zie daar opa, hoor. Ja, ja. Ben je ook bij opa en oma, hè? Elfie. Ja, ja. Mooi kruipen, hè? Spelen met de schildpad. Goed zo, Lily. Laat jij zien hoe het moet, hè? Kijk je al, hè? Ja, de oma doet dat. Oh. Dat is leuk. Met de honden wandelen, hè? Kijk eens hier staan. Ja, dat is inderdaad wat lekker. Lekker, lekker. Gaan we lekker opeten? Ik zou straks nog wel. Nee, jij niet. Nee. Oh, oké. Jij niet, hè? Nee, hoor. Maar die heeft ook al zijn ding. Ja, ja. Kijk, nee, vast. Die schildpad, hè? Vast en zeker. Goed zo. Ja, ben je aan het lachen? Elfie. Goed zo, weet je ook dat je Elfie heet? Oh. Lomp boerinneke, hè? Ik kan lekker even een taart. Is je ook taart? Wil je ook taart? Ik krijg taart. Dan wil ik jou spelen. Oh. Wil je taart, lieverd? Geen taart? Wat is er nou? Die heeft het heel druk. Je zegt voor jouw verjaardag wil je taart. En nou is oma jagen en dan wil je geen taart? Die heeft het heel druk. Hey, ja, mag ik dat? Heb je het even ons? Ja. Moet je aan oma vragen? Mag ik dat? Is het niet van mama? Ik wil graag deze. Heb je die allemaal zelf gemaakt, mama? Nee, niet alles taartje eten. Maar wel de appeltaart, toch? Nou ja, alleen. Allemaal dat jullie kijken. Nou, we zijn in de Julianatoren. En het is vandaag 22 september. En wat is dat vandaag? Jawel hoor, opa is jarig. 59 jaar. Leuk verjaardagscadeautje. En de kleinkinderen hebben al gezongen. Zoals jullie al gefilmd hebben en kunnen zien. En wij gaan nog even lekker verder kijken hier in Julianatoren in Apeldoorn. Het is bloedje heet. Echt lekker druk. Dus wij gaan even verder kijken. Doei doei. Ik ga weg. Nou, wel snel. Wat grappig.
ze is niet bang voor water. Nee, nee. Nee, aapjes weer gezien vandaag. We gaan zo meteen de apenhul verlaten. We hebben dat er bijna op zitten. Dus we hebben weer een hele leuke dag gehad. En ik zou zeggen, jullie ook misschien met kijken. Tot de volgende keer. Doei doei. Oh, het is leeg. Nog meer. Nou, kom maar. Wat doe je, Amy? Mag kijk, daar is ze weer. Ja, ja, we zijn weer lekker thuis. En wij hebben hier een tas meegekregen van mijn schoonouders. Die zijn naar de markt geweest en ze dachten, laten we ook voor hun wat lekkers meenemen. We gaan eens even kijken. Kijk, ja, dat is lekker, hè. Dat is lekker. Een heleboel... Wat is dat? Punt paprika's. Oh. Echt een heleboel. Wij vinden het heerlijk. Lekker. Erg lekker. In salades. En wat maak je er allemaal mee? In soepen. Zo opeten. Zo opeten. Ja, nou, dat was in pastasaus. Pastasaus. Soepen. Ja, salades. Soepen. En bakken met uitjes. Bakken met uitjes. Knoflook. Heerlijk. Oh. Kruiden. Kijk eens. Tomaatjes. En die zomaar tomaatjes. Roma tomaatjes. Lekker. De zak met champignons ligt al in de koelkast trouwens. Oh, grote zak met champignons. Ja, moet je die niet pakken dan? Gaan we even pakken. Dan komt die pauze. Kijk. Een zak met champignons. Lekker. Ook erg lekker, hè? En heel gezond, hè, champignons. Iets van 800 gram of zo, toch? Ik denk wel, ja. 800 gram ja. Champignons. Lekker. Misschien een kilo. Kijk, jouw vrienden. Mango. Zonder worm. Ga ik wel vanuit, ja.
Zonder man. En kom, kom hoor. Ja, ja. En kleine komkommers. Weet je niet, hè? Wist je het alweer? Ja, ik heb gekeken. Oh, heb je weer gekeken? Je hebt het al gezien. Weet jij toch ook? Nee, dat wist ik niet. Jij wist niet dat er kleine komkommertjes bij zaten? Nee, dat... Ik heb de tas in mee helpen pakken, dus... Oh. Dat is het voordeel van als je dat dan doet, hè? Oh, je moet deze even snijden, kapot gaan. Ja. Komkommertjes, lekker! Heerlijk. En? En. Oeh, hoe gaat het? Courgette. Lekkere courgettes. Lekker. Nou, super lief. Ja, hè? Ja, deze moeten we ook een stukje afsnijden. Ja, dat is wel eens op de markt, hè. Dat kan er wel eens een stukje aanzetten. Op het moment dat goed is. Ik ga naar de markt, jij gaat naar de winkel. Ik ga naar de markt, jij gaat naar de winkel. Wel eens goed? Ja, zo kun je... Ligt het aan de tijd? Zo kun je op een dubbele tamtam leren spelen. Oh, prachtig. Wist je dat? Het is niet voorgedaald. Ja, ik doe dat voor. Wat ga je nou weer doen? Draai me om, draai me om. Ja, maar zo. Dat redt me. Dat is echt geweldig. Ik ga hem dan leren spelen. Oh, nou mensen, hebben jullie ook nog wat geleerd? Bedankt voor het kijken naar deze shoplog. De dag natuurlijk bij opa en oma, de weg er naartoe. Ja, jullie hebben het allemaal gezien. Ik zou zeggen tot morgen weer. Bedankt voor het kijken. Duimpjes omhoog. Abonneren. Reacties achterlaten. En belletje. Meteen belletje. Drukken. Ja. Druk maar gelijk op het belletje. Eerst het abonneerknop, dan het belletje of andersom. Kijk maar, oh nee, ik moet eerst abonneren en dan belletje. Dan bellen. Ding dong. Ding dong, nee, niet ding dong. Nee. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Doei.